Ruben, nieuw Nederlands record, Nederlands kampioen. Ik denk dat dit alles is wat je wilde bereiken, of niet? Nou, eerlijk gezegd wilde ik nog voor het Nerhuis-record van de A3 Middag gaan. Maar dat zit er niet in voor vandaag, ben ik bang. Want dat Nerhuis-record van de A3 Middag stond op? 5,52. 5,52, dus dat scheelt nog een kleine 3 seconden. Maar denk je dat de volgende keren met de bondstesten er nog in zit? Ja, dat moeten we zien, hè. Het hangt er vanaf hoe de training gaat, hoe ik de wind eraf maak. Maar je bent nu Nederlands kampioen. Je hebt de concurrentie weer even laten zien dat je heel hard kan ergometer. Waaronder je oud ploeggenoot, zal ik wel zeggen, Boudewijn Roel van Aspostofiet. Wat zijn je plannen dit jaar? Ja, eerlijk gezegd wil ik gewoon een medaille winnen op het SB-WK. Want ik ben nog een jaar SB. En daarna wil ik kijken of dat ik in de bondselectie kan komen. Gewoon om naar Nieuw-Zeeland te gaan. Dus dit jaar en naar het senior BWK en naar het senior WK in Nieuw-Zeeland. Dat is eigenlijk het plan. Ja, het ligt zo ver uit elkaar dat het gewoon mogelijk moet zijn om door te trainen in de zomer. En dan alsnog het senior AWK mee te pakken. Met wie ben je op dit moment aan het trainen in die groep? Ik zit nu bij de trainingsgroep van Matthijs van Gol. Samen met die twee grote jongens die naast mij zaten. En met Boudewijn. En met Frank en Bob uit de bronzen junioren 4-zonder. En dus gaan jullie dit jaar heel hard trainen om Nederlands kampioen te worden in de 4-zonder. En dan straks in de 4-zonder het senior BWK aan te vegen. Nou, het is elk jaar hard trainen. Dat heb je een beetje mis. Maar het zou inderdaad mooi zijn om in die senioren 4-zonder gewoon te winnen.